Hallo mensen, in de laatste video van een paar weken geleden ben ik ingegaan op mijn energierekening en heb ik je laten zien wat de uiteindelijke rekening was voor mij over een heel jaar met gebruik van de batterij en een dynamisch energiecontract. En ik heb je laten zien dat voor mij de totale energierekening dan uitkomt op zo'n 950 euro per jaar. Die video was een schot in de roos. Het heeft een enorme hoeveelheid aan views opgeleverd. Blijkbaar is het een onderwerp waar heel veel mensen mee bezig zijn. Thuisbatterijen, salderen, zonnestroom. En het heeft ook echt honderden reacties opgeleverd. Nou ben ik in het begin heel fanatiek bezig geweest om die allemaal te beantwoorden. Maar dat lukt niet. Het is gewoon te veel. En ik heb er wel een paar belangrijke punten uitgehaald die ik in deze korte video nog even met jullie wil delen. Een soort punten van kritiek die op mij werden afgevuurd. Die ik ga proberen te pareren, maar in ieder geval door wat extra informatie nog met je te delen, een duidelijker beeld scheppen. We gaan even uit van die kosten die ik heb, 950 euro per jaar aan energiekosten. Ik heb je in de video laten zien dat als ik geen batterij zou hebben gehad, dan zouden de kosten met een vast variabel contract 2400 euro zijn geweest. Met andere woorden, er zit door mijn batterij een besparing in van zo'n, laten we zeggen 1500 euro, 1450 euro. Per jaar. Nou, de eerste vraag die natuurlijk dan kwam. Ja, joh, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar wat heeft nou die batterij gekost? En moet je die batterij dan niet vervolgens verrekenen als een soort van terugverdieneffect op de aanschaf van je batterij? Ja, natuurlijk moet je dat doen. In het dagelijks leven praat ik met heel veel mensen die interesse hebben in thuisbatterijen. En ik zeg ze altijd eerlijk, je kunt een thuisbatterij niet terugverdienen op basis van alleen maar het handelen met dynamische energietarieven. De grootste besparing bij de toepassing van een thuisbatterij, die realiseer je eigenlijk als die thuisbatterij jou helpt te voorkomen dat je de netaansluiting moet verzwaren. Als jij een 3x25 ampère aansluiting hebt en dat is niet voor toereikend en jouw elektricien heeft je verteld dat je een zwaardere aansluiting moet nemen, dan kost je dat per jaar zo'n 1300 euro meer aan vastrechtkosten dan dat je bij die 3x25 ampère aansluiting was gebleven. Nou, je hebt kunnen zien dat er bij mij ontzettend veel energie door het huis gaat. Voor mijn all-electric woning, voor al mijn auto's. En toch ben ik in staat gebleken om met die 3x25 ampère aansluiting dat allemaal te doen. Dat komt door die thuisbatterij. Bij mij is het dus niet direct een terugverdieneffect geweest, maar andersom, ik heb die kosten niet hoeven maken door die thuisbatterij. Dus je zou kunnen zeggen, die 1300 euro, die zou je hier eventueel nog bij op kunnen tellen. Maar oké, als je dan zegt van ja, maar dan ben je de business case aan het dichten. Prima, vergeten we het eventjes. En focussen we ons op deze besparing per jaar. In mijn huis, en ook de getallen die ik je dus heb laten zien, wordt er rekening gehouden met een batterijcapaciteit van 55 kWh. En er wordt gerekend met een omvormenvermogen van 12 kilowatt. Nou, is dat niet helemaal representatief voor de thuisbatterijen die ik verkoop? Want dit zijn wel de wat grotere batterijen. Maar goed, laten we eventjes uitgaan van zo'n grote batterij met zo'n omvormerset. Wat kost zo'n ding dan? Zo'n ding kost 24.000 euro extra btw. Tel je de btw erbij op, 29.000 euro. En omdat we hier ook hebben gerekend met belastingen, met btw's, we pakken gewoon het volledige bedrag, 29.000 euro. Dat zou zo'n hele grote batterij dus kosten. Je kunt vermoedelijk ook met een kleinere batterij toe en met minder omvormenvermogen. Dat zal ook van toepassing zijn als jij minder energie hebt te gebruiken in huis. Dus je moet wat dat betreft die getallen die ik in die video heb laten zien een beetje in perspectief plaatsen met je eigen omstandigheden. Maar ga even uit van die 29.000 euro. En als dit je besparingsbedrag is, ja, dat wordt wel een moeilijk verhaal.
Maar dat heb ik ook altijd eerlijk verteld. Je gaat een thuisbatterij niet terugverdienen op alleen de dynamische energietarieven. Dat wordt een terugverdientijd van 20 jaar. En dan moet je nog maar hopen dat je omvormer en je batterij tegen die tijd het nog doet. Maar je ziet stiekem, het wordt een iets ander verhaal, iets serieuzer verhaal, als je de netbelasting kunt terugbrengen, de aansluitwaarde van je woning, dan wordt het wat interessant. Maar er is nog iets anders wat ik je graag wil vertellen. En dat is het volgende. In mijn video heb ik je laten zien dat ik ruim, ik geloof 22.000 kilowattuur in huis totaal verbruik. In die 22.000 kilowattuur, daar zit ook de energie voor mijn auto's. En ik heb het even uitgezocht. 10.000 kilowattuur van dat deel is besteed aan mijn auto's. Als we even inzoomen op wat verbruikt een elektrische auto. Het is een beetje gemiddeld. Hè? Er zijn zuinige auto's en er zijn wat minder zuinige auto's. Wij hebben onder andere een busje en een Volvo die wat zwaarder in gewicht is. Ik neem het ruim. We zeggen 24 kilowattuur per 100 kilometer rijbereik. Dit zijn best hele gangbare getallen. Als je dat door elkaar deelt, ik heb het eventjes hier opgeschreven, dan kom ik uit op een 41.666 kilometer die dus gereden is met die 10.000 kilowattuur aan stroom. Dat is best een behoorlijke hoeveelheid. Als 41.666 kilometer gereden is en je zou dat met een benzineauto moeten doen. Nou, ik heb het voor je uitgerekend. Dat is dan met een verbruik van gemiddeld 1 op 15, is dat 2777 liter benzine keer 1,80 euro wat het afgelopen jaar is geweest. Dan heeft mij dat, als ik met een benzineauto zou hebben gereden, 5000 euro aan benzinekosten hebben gekost. En die heb ik niet gemaakt. Die zitten in de totale mix gewoon opgesloten. Dus met andere woorden, je moet niet alleen maar de focus hebben op wat leveren de zonnepanelen op mijn dak op, of wat heeft die batterij me gekost. Het is een onderdeel van een totaal energiesysteem in jouw woning. En daar hoort een thuisbatterij of een energiemanagement systeem of een zonnepaneel of een warmteboiler of een auto, die hoort daarbij. En je moet in die totale mix gaan rekenen en gaan kijken, wat heeft het dan jou gekost en wat heeft het je opgeleverd? En dan wordt het verhaal opeens heel anders. Ook van die kritische vragen. Ja, maar je hebt ook een hele grote zonnepaneelinstallatie. Dat klopt. Ik ben 14 jaar geleden al begonnen met het leggen van zonnepanelen. Die zijn inmiddels al lang al afbetaald. Die hele investering van 30.000 euro, die heeft mij al 12, 13 jaar een energierekening van nul opgeleverd. Ook geen gas meer. Ja, dus met andere woorden, ik heb dat in de afgelopen jaren allemaal al terugverdiend. En zeker, daar zat ook subsidie op. Als we uitgaan van 29.000 euro, er zijn tegenwoordig slimme manieren om de btw op je thuisbatterij terug te krijgen. Niet altijd, maar het zou voor jouw persoonlijke situatie misschien kunnen helpen. Dat maakt natuurlijk dan die terugverdientijd ook wat sneller. Bekijk het in de totale mix. Dan heb je waarschijnlijk een heel ander beeld dan dat je nu vermoedelijk voor ogen hebt. En tot slot, het energiesysteem waarin we leven is niet eerlijk. Ik heb de ruimte op mijn dak om zoveel zonnepanelen neer te leggen. Ik heb blijkbaar het geld te besteden om zoveel zonnepanelen en een thuisbatterij en elektrische auto's te kopen. Dat is niet aan iedereen besteed. Dat realiseer ik me heel goed. Dus er zullen altijd mensen zijn die niet kunnen profiteren van dit soort omstandigheden. En ik ben er wat dat betreft ook van overtuigd dat er een eerlijker energiesysteem moet komen. Ik ben er ook van overtuigd dat we moeten stoppen met de salderingsregeling. Want dat vergroot alleen maar de oneerlijkheid van het energiesysteem. Ik heb geen oplossingen overigens voor hoe we anderen kunnen helpen om ook te kunnen profiteren van dit soort mechanismes. Als je in een huurwoning woont en je hebt niet de zeggenschap over jouw dak, of je moet het dak zelfs delen met een aantal mensen die ook in het appartementencomplex wonen, ja, dat is heel ingewikkeld. Daar kan ik ook geen oplossing voor bedenken.
En hetzelfde geldt voor, ik kan misschien een elektrische auto kopen, maar ja, daar kan een ander misschien zich niet veroorloven. Daar heb ik geen oplossing voor. Maar we kunnen er wel naar proberen te streven om het energiesysteem zo eerlijk mogelijk te maken. En ik denk zelf ook dat juist het pionieren wat ik al een aantal jaren doe, eerst met zonnestroom, toen met warmtepompen, met elektrische auto's en nu met batterijen, dat er juist toe bijdraagt dat we met elkaar beter, nou ja, inzicht krijgen in wat de effecten zijn van dit soort ingrepen op het totale energiesysteem. En dat zal moeten blijven gebeuren. En als gevolg daarvan zal ook het energiesysteem uiteindelijk, denk ik, nou ja, beter worden, stabieler worden, socialer worden. Dus daar hebben we er hopelijk met z'n allen wat aan. Tot die tijd, sorry, ik doe mijn best. En ik leg je uit hoe ik naar de materie kijk. En ik hoop dat je daar wat aan hebt. Doei!